drie jaar van de grond hebben getrokken. Dan denk je, jezus, heb ik dat allemaal gedaan in die korte tijd? Want dat besef je op zo'n moment niet. Want je zit zo in die activiteit dat je, ja, dat, je dat, dat, dat gewoon ja, magisch interessant is. Met die hamburgers of met de hotels. Ik bedoel, er zijn natuurlijk niet veel mensen die een hotelbedrijf van 0 naar 50 hotels weten te brengen in 5 jaar. En van 0 employees naar 5000 employees met 10.000 kamers. En dat is natuurlijk toch, ja, dan kijk je op terug en dan zeg je, jeetje, wanneer heb ik dat ook weer gedaan? God, na 6 maanden hadden we al zoveel. Hoe is dat? Hoe hebben we het in godsnaam voor elkaar gekregen? Huh? Ja, ik ben hier wel thuis, maar ik ben hier, voel me zeker geen Braziliaan. Er zijn toch heel veel cultuurverschillen, ja, wat je niet anders kan. Qua Nederlander, ja, ik ben denk ik gewoon een echte Nederlander en misschien wel een hele typische Nederlander. En daarom ben ik zo internationaal georiënteerd. Want Nederland is natuurlijk van oudsher een landje waar iedereen buiten de grens opereert en werkt. Dus ik heb... Toen ik bij Shell werkte, heb ik overal gewerkt en ook een internationale baan gedaan, waar ik in 1 jaar een keer 25 landen was. Vervolgens heb ik 2 beursgenoteerde bedrijven geleid. Dus ja, dat is ook heel veel roadshows rond de hele wereld. En de laatste jaren ben ik heel erg actief in een club die heet YPO. En dat is een internationale CEO-club. Ja, daar heb je conferenties continu. Ik kom net uit Montreal terug, ga nu naar Seattle, San Francisco, dus ja. En overal ben ik eigenlijk wel thuis. Ja. Wat bij mij op dit moment ontbreekt is een echte levenspartner. Ik ben heel close met mijn gesepareerde vrouw, laten we het zo zeggen. Dus, maar je kan het niet als een echte levenspartner zien op dit moment. Dus ja, dat zou ik wel willen, ja. Absoluut willen.